Sup guys, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering op mijn channel van Assassin's Creed Origins. Inmiddels aflevering 72 alweer. Ga lekker verder met de DLC en zoals jullie zien heb ik weer een nieuw outfit aan. Het is verdomme net een modeshow. Als het goed is, kun je het nog wel herinneren, heb ik ergens in de voorgaande afleveringen bij een weverij een blauw pakje gekocht, een blauw outfit. En de outfit draag ik nu, dat is deze. Het is de zelfvertrouwen schenkende kledij. Het is blauw, het is totaal niet bijzonder. Het is kleding die met zorg is vervaardigd door een plaatselijke kleermaker. Met deze outfit aan kun je met geheven hoofd rondlopen. Nogmaals, het is niet heel bijzonder, maar het is puur voor afwisseling dat ik eventjes gewoon wat nieuwe outfits uittest en gewoon wat afwisseling zoek. Er is verdomme weer een schaduw van de Varo opgestaan. Dat is bijna standaard in dit gebied. Ik ga er ook niet weer mee bemoeien. In deze aflevering 72 heb ik toch, jullie hoorden mij twijfelen in de outro van de vorige aflevering, heb ik toch de questline Nationale Schatten aangezet. Het is namelijk redelijk dichtbij en ook wel van een relatief laag niveau. En dat is de reden dat ik het ga doen. Fuck deze gieren. Fuck een giertje. Overweldige tag. Fuck een giertje neer. Maar we moeten de locatie inspecteren waar Kanika in een hindernag liep. De quest is Nationale Schatten. We gaan deze aflevering 72 hiermee starten. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show, een like erop. Curse of the Far Rose gaat hier verder. En welkom terug allemaal. We hebben drie dingetjes. Twee blauw, één geel. Geel is natuurlijk voor de quest. Blauw is pure info. Horse dung, but no horse. Now we know how our thief got away. Dus hij heeft wel een paardje kunnen bemachtigen. Stabbed in the chest. A senseless waste of life. But he fought back. Against the thief. Jezus. Kijk, leuk dat ze dit soort random NPC's in sidequests stoppen, maar dit hoofd, Ubisoft. Ik hou van jullie. Jullie games zijn fantastisch. Maar dit hoofd, anno 2018, kan echt niet. A blood trail. Someone is badly injured. We could not have got far. Kanika needs that papyrus. So let's follow the thief. Let's follow the thief. Alright, deze sidequest. Ja, leuk dat ze zo'n enorme kleipop erin stoppen. Want dat lijk was echt net een verdomde kleipop. Dat kan toch echt niet. Dat zag er echt niet uit. Maar goed, hij is in ieder geval wel het slachtoffer van de dief. En hij heeft blijkbaar teruggevochten. Waardoor ik er dus van uitga dat de dief, wie ik net spotte op een paardje, ook gewond is. Laten we er snel op afgaan. Vind de rol en breng deze terug. Dus deze dief heeft een rol op zak. Met een hyena ook achter zich aan. Wat is dit voor gaaf? What the fuck? Hij ligt gewoon op het paard, jongens. Hoe ga ik dit paard zien te bemachtigen als het paard maar blijft rennen? Je kan niet van paard naar paard springen in dit spel. Was het maar waar. Oh man, come on! En een hyena erachteraan. Wat is dit voor feest? Yo, what the fuck, paardje? Paardje beleeft bijna zelfmoord, joh. Verlaat het conflict. Het conflict was waarschijnlijk met de hyena. Dit ging echt net goed. Paardje deed bijna gewoon een snoekduik van die berg af, joh. Maar zoals jullie zien is de aanvaller zwaar gewond. En ligt hij volgens mij gewoon unconscious op de achterkant van dit paard. Nou, dit is wel een coole plek om eventjes te stoppen bij de hyena-rots en bij dit synchronisatiepunt. Oké, okay. Is hij nou unconscious of is hij gewoon oprecht dood? We gaan het zien. Kanika will need to interpret this at the excavation site. Oh, wow. Ik wilde hem op de grond leggen, niet op het paardje, maar fuck it ook. Hij is dus gewoon oprecht dood. We hebben gewoon de rol nu gestolen. Die dief was oprecht dood en hing op een paard. Like, hoe random was deze shit? Oh man, laat het synchroniseren. Aparte intro van deze aflevering 72. Hyena erachteraan. Dief dood op een paard. Alright. Snelreizen ontgrendeld en de wereldkaart is bijgewerkt. We hadden Swenet of zo als soort van dorp in ieder geval ontdekt. Dat is dit dorpje wat aan deze outpost ligt. Deze outpost ga ik nu niet overnemen hoor. Dit is gewoon like weer een outpost.
Ik ga liever gewoon door met de sidequest in plaats van dat ik weer zo'n grote kamp doe. Het kamp komt later wel een keertje. En anders komt dat kamp vanzelf wel, de Svennet-kazerne, bij het compleet synchroniseren en uitspelen van deze DLC. Stel, ik heb de verhaallijn achter de rug en we hebben het kamp nog steeds niet gedaan, dan kan ik het altijd nog doen. Maar voor nu skip ik hem eventjes. Ja. Het is niet al te groot, maar ik heb ook geen zin om dit kamp weer uit te schakelen, dus... We gaan er gewoon eventjes doorheen. Doen alsof we hier nooit geweest zijn. We zullen op rond de 300 meter afstand moeten naar Kanika. Hij zou bij de opgravingslocatie van het Oude Koninkrijk moeten zijn, want die rol heeft waarschijnlijk info over de nationale schatten. We gaan het zien, jongens. We gaan het zien. These damn soldiers, sifting through the sands, raising our history. Opgravingslocatie van het Oude Koninkrijk ontdekt. Dit is dus een kamp en tevens een opgravingslocatie. Eens even kijken. Nou, ik ben blij dat ik dat kamp net niet heb gedaan. Ik moet hier weer een kamp kapot maken. Wel een iets meer geïmproviseerd kamp, zeg maar. Het is niet echt een kazerne, het is meer gewoon neergepleurd. Zo van, dit is een opgraving en een kamp tegelijk. Er is één gast van level 50 aanwezig, maar laten we eerst maar de rol brengen naar Kanika. You found the papyrus? Who took it? No, no, I don't care. The relic is all that matters. Hurry, they have doubled their efforts to secure it. No, it can't be. I hoped, but this is incredible. We must go, now, to the Cave of Endless Sorrows. Lead on, Kanika. I will deal with anyone that dares to defy us. A good job they are digging in the wrong place. You will know the relic when you see it? I will know. How much of a living can you make saving relics? For my shame, I made my money as a smuggler. I am paying off a great debt to Egypt. Aww. There is no one more righteous than a reformed thief. You will pay, corpse. What the fuck? Ze gaan alleen specifiek op hem af en laten mij gewoon voor wat het is? Hey! I've got trouble. In ieder geval, hij heeft een rookbom aangezet. Dus laat ik hem maar beschermen. Oké, die is bijna weg. Hij vuurt zelfs helemaal naar voren. Oké, die is dood. Fuck deze guy met zijn light the beacon. Oh man, moet ik weer achter hem aan gaan? Alarm! Alarm! Altijd irritant als één iemand zo'n alarm wil aanzetten. Oké, hebben we uitgeschakeld. Ik saboteer meteen de val. Sorry, ik saboteer meteen het alarm. I like the beacon! Nee, niks. Nou ja, trouwens, doe maar wel. Je gaat toch dood. Net op tijd kunnen ontwijken. Hier! Fuck deze gasten, man. Ze zijn heel irritant. Jezus. Met vergif heb ik die andere twee gasten kunnen killen. Nou, hij is nu ook vergiftigd. 318 gifschade krijgt hij. Dat is nogal wat. Heel goed getimede aanval was dat. Starting a blaze! Weer gifschade. En die andere gast gaat nu naar het alarm toe, dus hij zal in de val trappen. Perfect. En boom. Haha, doeg. Pittig chill. Weer die fucking woonkommen. Jongens, waar vandaan überhaupt? Oh, daar, what the hell? Oh shit, de man Kanika ligt ook gewoon op de grond. Ik hoop niet dat hij dood is, trouwens. Zo, instant neer. Yo, kan ik Kasta op? Kom op. Goed zo, jij weet de locatie van de schat, namelijk van het reliek.
hij zei in ieder geval dat het goed was dat ze op de verkeerde plek aan het graven zijn. Dus hij zal precies weten waar het wel moet. Oké, nice. Dat is 1 dood. Dat is 2 dood. Dat is 3 dood. En dan hebben we nog eentje boven in de toren die ik ook nog uitschakel. Dan kan Kanika volgens mij wel gewoon vrij op de schat aflopen. This is the place. The cave of endless sorrows. Such beauties. Come see for yourself, Bayek. 1500 voor het voltooien van deze locatie. Helemaal prima. Ik rond deze gast nog af. Top. Hij kan ook geen hulp of weet ik veel wat inschakelen. En dan gaan we richting de Cave of Endless Sorrows. Why are you doing that? Show de locatie, pik. $200 trouwens, wow. Maar hij weet ook gewoon precies de locatie. It cannot be. You found it. Not it, Bayek. Them. And beautiful they are. The gold hilts, the bar and pet blade, the lily and jackal adorned sheaths. Daggers. More than daggers. The blades of the son of the Aten. Tutankhamun. Pharaoh's weapons. The whereabouts of his tomb has been lost to the desert for centuries. Here, you must take them. I am no thief, Kanika. Perhaps someday they can lie with the Pharaoh again. Until then, they must be in the hands of one who truly serves Egypt. I will use them to exact punishment on the men who rape our history. That's the spirit. May the hills never tarnish in your service, Bayek. Zieke quester. I will head to the Mooncaster's village. There are many smugglers. Kijk even, 109 dolken van Tutankhamon. Hij zegt eigenlijk gewoon dat ik de wapens, oftewel het reliek, deze artifacts van Tutankhamon, mag behouden tot ik ze misschien ooit op een dag zelf kan teruggeven aan Tutankhamon. Waar ik dus eigenlijk denk dat ik deze wapens ooit kan teruggeven aan de daadwerkelijke Tutankhamon in het hiernamaals. Dus in de dimensie vanuit de tombe van Tutankhamon zou ik wellicht die dolken of dubbelzwaarden wat het zijn ooit kunnen teruggeven aan Tutankhamon. In het leven na de dood. Zou kunnen. En wie weet krijg ik er dan als ik dat doe wel een nog betere reward voor. Dat zullen we vanzelf zien. Maar het klinkt in ieder geval vrij interessant dat ik de wapens mag hebben tot die tijd. En dat als ik hem ooit tegenkom ik het kan omruilen. Of waarschijnlijk nog wat interessanters. In ieder geval, het eerstvolgende wat we dan maar eindelijk moeten gaan doen is de vloek van de farao's. Een main mission die al eigenlijk vrij lang open staat. En ik zie geen locatie op de map. Oh, wacht eens eventjes. Linksbovenin staat voltooi de ketter. Voor deze questline moet ik dus de andere missie aanzetten, de ketter. Dus de ketter moet eerst. En dat gaat weer in samenwerking met Isidora. Tijdens de nacht trekt hij zich terug in de tempel van Hatshepsut en overdag inspecteert Tygon of Tigon of weet ik veel wat, de werf ten oosten van de tempel van Hatshepsut. Oftewel, we moeten Tigons grootboek gaan bemachtigen. Gelukkig heb ik dit allemaal al gedaan en kunnen we dus gewoon een fast travel knallen naar die specifieke locatie, maar ik heb liever ook meteen deze vraagtekens mee. Dus we kunnen 3 vraagtekens doen in 1 rechte lijn en dan kan ik in ieder geval de fast travel gooien naar het middenstukje van Thebes. En dat is hier. Yep. Tot zo. Aangekomen in Thebes. Gefast-traveled naar dit stukje hoofdstad van deze DLC. Eigenlijk is dit vergelijkend met een beetje het Alexandrië van deze DLC. Thebes is gewoon best wel groot. Maar het eerste vraagteken in de lijn is dus het garnizoen. Het garnizoen van Thebes. Het is dus gewoon eigenlijk een outpost. En een best wel grote ook, zoals ik zie. Dit is in ieder geval een outpost aan het water. Het garnizoen van Thebes. En er is 1 kapitein, 1 schat aanwezig. En als we dit dan hebben gedaan... Oh, ze zijn precies bij elkaar. Ik hoef letterlijk alleen hier voor mijn neus de kapitein en de schat
te doen. Dan kan ik in één keer in één rechte lijn door naar het stukje waar ik moet duiken. Op het midden van de rivier. En dan meteen door naar het werf van Hatshepsut. Daar waar we dat grootboek wellicht kunnen vinden. Ik ga toch qua bogen weer even switchen. Ik had laatst een paar afleveringen terug een switch gemaakt naar deze paarsboog. En ik switch toch terug, denk ik, naar rook en spiegels. Een boog die meer schade doet plus vuurschade heeft. En dat is perfect zoals je ziet. Vuurschade is altijd awesome. Kijk hoeveel schade dat doet. Hij is gewoon in één keer neer. Het is gewoon klaar. Kapitein is dus al dood door vuurschade. Ik kreeg, mochten jullie het ook zien... Stay awake, I'll say. Weer een fucking invite van Fortnite. Hear you. Got your back. Hey. Wel te rusten. Oh, die had hij niet zo lang komen. Zo, die krijgt pittig wat schade. Bam. Ook neer. Nice. Vervolgens pikken we de schat mee. Awesome. En hebben we de locatie voltooid. Garnizoen van Thebes meteen gehaald. Locatie voltooid. 800 XP erbij. We nemen alle snuisterijen mee. We kunnen de lijn doorzetten richting de grote rivier. Het andere vraagteken wat ik nog in gedachten had. En dat dan allemaal richting het werf. Het werf van Hatshepsut. Aan de overkant van de rivier. Daar waar we Tigons grootboek moeten zien te vinden. Dus laten we dat maar snel doen, jongens. Ik hoopte hier eigenlijk een bootje aan te treffen. Maar zo te zien is er echt helemaal niks. Er is geen enkel bootje dat ik kan gebruiken. In ieder geval niet dichtbij. Dus voor het allereerst zal ik er echt zwemmend op af moeten. We zetten de markering erop en... Wauw, we moeten er zwemmend op af, jongens. Alright, de locatie heeft twee schatten. Een hele pokkeind naartoe gezwommen. En het is blijkbaar een scheepskerkhof. Jongens, ik neem alle snuisterijen en schatten lekker mee in één go. Dat is schat 1. Kunnen we in één adem naar de volgende schat? Zou vet zijn. Hoppa, in één adem is het me gelukt ook. Locatie voltooid, laatste snuisterijen. En hap naar adem. Ja, net goed gedaan. Op naar de kade. Eens even kijken wat we daar aantreffen. Kijk, zie je, dit is het werf. Het werf van de tempel van Hatshepsut. En er is ook nog één schat aanwezig zelfs. Als we die schatlocatie meepikken, hebben we meteen de locatie ook voltooid. We moeten dus op zoek gaan naar een ene Tigons grootboek. Hij zal daar in de verte bij de tempel zijn, denk ik. Al is het toch raar. Want overdag inspecteert hij het werf. We zijn nu bij het werf. Hij is er niet. De markering staat bij de tempel. Het is toch geen nacht? Wat is dit nou? Zo man staat te pissen terwijl hij een Messi in zijn rug krijgt. Super pijnlijk. Dat lijkt me echt kloot. Op het moment dat je plast, pak je namelijk een soort van je rust. Je komt een beetje van... Oh, die plas ben ik kwijt, weet je? En precies in dat gevoel word je doodgestoken. Dat lijkt me echt heel kloot.
Ja, die locatie is ook voltooid. Hey, witch! Helemaal mooi. Op naar Tigon. By the gods, what are you up? So where did that bastard? Druk om Senu te roepen. Hallo, wacht eens even. Er stond in die tekstronde stond Tigon. Is dit hem nou gewoon... Hij reed letterlijk langs me, jongens. Hij reed langs me. Ik had het helemaal niet door. Ik had al lang op Senu moeten klukken, denk ik. Oké, daar komt hij. Wat als we hem meteen kunnen neersteken? Go, 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 go. Ja, hij is neergestoken. Hoppa. Wat een slechte guard, zeg. Hem vermoorden we. Overweldige tank. Senu hielp nog mee. En die is ook uitgeschakeld. Perfect, man. Kom hier, jij. Arme kameel. Het beest kan er ook niks aan doen. Ja. Die is ook neer. Waar is de laatste? Kom maar op, jongen. Kom maar op, jongen. Specifiek op hem, de kameel heeft niets gelukkig. Kind of code about the artifacts they do. Ow. You are dead! Time mine now! Wait a minute. Some kind of code about the artifacts they took from me. Die man die probeert al drie keer zijn verhaal te vertellen. Wat een volkskundig. Godverdomme, eindelijk. Nu luisteren. Some kind of code about the artifacts they took from the Pharaoh's tombs. And this. Tichon hides his stolen treasures at the temple of Hatshepsut. Oké. Tichon heeft dus een soort van codes genoteerd of iets dergelijks. We hebben in ieder geval het grootboek. En blijkbaar is het beeld van Amon-Ra in de schatkamer van de tempel van Hatshepsut. En laten we nou net weten waar die was. Daar zijn we namelijk al een keer in geweest. Via de hele rechterkant geflankt. Weet niet waarom er trouwens alweer zoveel guards hier zijn wanneer we de tempel al helemaal compleet hebben uitgeschakeld in een van de voorgaande afleveringen. Maar goed, ik ben gewoon naar binnen geslopen. Ik heb natuurlijk wel wat guards vermoord, maar ik heb het voornamelijk weggeëdit. En nu zijn we dus in de schatkamer, laten we kijken. Hail to thee, maker of all. Creator of existence. Chief of the gods. Hail to thee, Amun-Ra, Lord of all the thrones in the world. All the signs lead to Akhenaten being buried with the great pharaohs. Under the tomb of Akhenaten. Okay. Nou, dat is in ieder geval een markering op 600 meter afstand. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we daar maar op afgaan. Wat een interessante questline trouwens. De ketter. Primaire quest. Best wel groot ook. Deze mannen halen we neer. We gaan gewoon bijna naar niveau 50, hè jongens. Niveau 50. Hoppakee, deze mannen halen we neer. En we moeten de bergen in, denk ik. We moeten de bergen in richting de tombe van Akhenaten. Wow. Alright, guys. Nou, eindelijk daar aangekomen. Het is in de Vallei der Koningen, geloof ik. Sprak ik de voorgaande parts over het feit dat ik dit synchronisatiepunt een keer moest doen? Precies, het is de Vallei der Koning. Het staat nu rechtsonder in beeld. Dat ik dit synchronisatiepunt een keer moest doen. Ik ben er naartoe gegaan met het paardje.
heb het nu ook eindelijk in kaart gebracht door het synchronisatiepunt te synchroniseren. En we moeten dus in dit gebied, in een van de tombes, er staat gewoon een markering op, naar de tombe van Agenaten. En dan zullen we vanzelf zien wat we daar binnen aantreffen. Ik ben benieuwd, ik gok zomaar dat we te maken gaan krijgen met een nieuwe dimensie. Ik laat die schaduw van de farao even voor... Move! Voor wat het is. Pap. Weer een nieuwe schaduw van de farao. Je zag op afstand al gewoon dat hij er elk moment aan kon komen. Godsamme, twee keer mis. Goed wat vuurschade gedaan. Ik overswitch naar deze boog. Bam. Oh, dat deed echt helemaal niks. What the fuck? Ik heb gewoon dubbele overweldig aanvallen, jongens. Dubbele. Ik had het letterlijk net gedaan, ik heb hem weer. Ja, joh, de guard. Ah, godverdomme. De guard komt zich ermee bemoeien. Ik ben gedeeltelijk afgeleid. Ik kijk niet goed. Ik dodge niet goed. En ja, het is klaar. Het is over. Sommige schaduwen zijn zo, ja, sterk. Oké, terwijl we doen alsof dat nooit gebeurd is, hebben we de tombe van Agenaten zojuist verkend. Waar gaat dit nou weer heen? Een pad naar rechts. Waarom zijn die tombes toch altijd zo groot? Oké, dat zijn gewoon teksten. Mensen die de Agenaten aanbidden of iets dergelijks. Zorg ervoor dat ik de kracht heb om Egypte te regeren voor 4 jaar, de aankomende 4 jaar. Zowel snuisterijen als een daadwerkelijk missie-item zie ik daar. En ja hoor, we gaan natuurlijk weer een nieuwe dimensie in. Dat is toch niet te geloven. Ik ben zo benieuwd. Laten we kijken. Wat is dit? Empty. I need to scatter the dust from our moon statue somewhere else. I need to find more clues to the Aten. Ja, en hoe bereik je dat? Precies op maar één wijze, en dat is die dimensie betreden. Ik ben heel benieuwd. Deze aflevering 72 eindigt in een nieuwe dimensie. De Amtuat. Do you cry out our names in vain? Scorn, scorn! You refuse to bend your head! Do you honor the sacred rites? Jongens, de nieuwe wapens geëquipt. Murder in the temples. Super sterke wapens. Yo, wat is dit voor raar monster? Kijk even hoe sterk hij is. Kijk even, jongen. Hij doet me een schade, dat ding. Kom maar hierheen, ik ga je proberen te parryen. Lukt ook nog. Oh man, geweldig uitgeschakeld. Door die parry kreeg ik gewoon gezondheid. Ik weet niet of jullie het opviel. Er kwam een hele groene gloed overheen. Dat was een perfect getimede parry en daardoor kreeg ik gezondheid. Dat zag er echt nice uit. Jongens, wat gaat deze dimensie zijn? Vind je weg door de Amtuat. Wat gaan we nou weer aantreffen? De vorige was graanvelden. Oneindige graanvelden. I promise to consecrate this tomb to Amun. I can start by defiling this vision of Agenaten. Agenaten. Ik ben benieuwd. Hij start wel episch met het laag onder water zwemmen. En dan ergens boven komen waarvan je denkt, wow. Holy fuck, check hoe stijlvol dit is. Wachters van die Aton. Het is zo zonnig, het is zulk mooi weer. Waar zijn we?
Ik wil beter uitzicht. Waar de fuck zijn we? What the fuck is dit? In vergelijking tot gigantische oneindige graanvelden zijn dit een soort witte landen, wit gebergte, wit woestijn met hier een gigantische oase. Een soort waterparadijs. Met allemaal drijvende eilandjes, een gigantische lichtgevende bol. Ik weet niet eens waar ik me bevind. Maar de ketter, jongens, gaat hier in de volgende aflevering verder. En dan gaan we het wachtersbeeld onderzoeken. Ik sluit deze aflevering af met een fucking vette screenshot. Thanks voor de support. Al die parts lang. Thanks voor het kijken. Ik kan niet wachten om met aflevering 73 verder te gaan. Ik hoop dat jullie hebben genoten, het cool vonden. En tot de volgende, guys. Peace.